Een hele goedemorgen, beste volgers van het webinar Phaëton op woensdag. Woensdag 30 juni en de laatste webinar live van dit studiejaar. En we gaan in september weer verder, daar kom ik straks nog wel een klein beetje op terug. Mooi dat jullie er allemaal weer zijn. We gaan een beetje een reflectief webinar verzorgen vandaag van wat hebben we nu de afgelopen anderhalf jaar geleerd. En Natasja en Dennis en Chakandra zitten natuurlijk weer klaar in de chat en in de moderatie, zoals dat heet, om alle vragen te beantwoorden, alle opmerkingen te maken die er zijn. Maar goed, we gaan van start. Dus blended leren, wat hebben we nu geleerd van de afgelopen anderhalf jaar? En voordat ik daarmee aan de slag ga, wil ik eerst even wat statistieken met jullie doornemen. En welke statistieken zijn dat? Nou, we hebben 63 live webinars gedaan het afgelopen jaar. Dat zijn de webinars, we zijn dagelijks begonnen. Vanaf maart vorig jaar. Toen zijn we naar één keer in de week overgestapt. We hebben nog voor een aantal opleidingen nog webinars verzorgd. Maar in totaal 63. Dat betekent dat er 2268 unieke kijkers zijn die één of meer webinars of een gedeelte van die webinar gevolgd hebben. Gemiddeld 90 kijkers per webinar. Dat zijn de mensen die live kijken. Dus nu zitten we met 24 live in deze webinar. Met de terugkijkers erbij. Dus er zijn ook heel veel mensen die de webinars nog terugkijken. En ik zie ook dat nog steeds oude webinars ook nog regelmatig worden terugbekeken. Kijk in ons YouTube-kanaal als je nog webinars terug wilt zien. In onze site Hulp met Online Leren kun je webinars terugzien. En natuurlijk op onze website. Metis-onderwijsadvies.nl staan de laatste webinars ook weer terug. 61,3% van jullie is actief in de chat, in de polls, de vragen die we gesteld hebben. De gemiddelde kijktijd is 34 minuten. En vooral dat is een cijfer waar ik erg blij mee ben, want dat betekent dat mensen dus een groot gedeelte van de meeste webinars zijn zo'n 45 minuten. Ook gewoon de hele webinar of een heel groot gedeelte van die webinar bekijken. En die vond ik ook wel grappig om te zien dat 1,1% van de deelnemers is vanaf het begin aanwezig. Hè. Dat zijn de echte vroege vogels, de mensen die er een gewoonte van maken om vroeg op te staan. Even een vraag voor jullie in de chat. Welk webinar was voor jou het meest leerzaam als je de aantal webinars gevolgd hebt? Zou je eens in de chat willen heel snel reageren? Welke komt het eerste hierop? Welke vond je nu het meest leerzaam van de afgelopen serie van webinars? Dus ik ben benieuwd welke dat is. En laten we ook meteen de volgende vraag erbij pakken. Welke van die webinars vond je nu het leukst? Dat is natuurlijk altijd een gevaarlijke vraag ook om aan je studenten te stellen. Was het onderwijs leuk? Moet het onderwijs altijd leuk zijn? Dus welke was het meest leerzaam en welke vond je het leukst om te volgen? En dan zie je die activerende werkvormen online. Typ er dan even bij leerzaam dubbele punt of leuk dubbele punt. Hè. Dan weet ik ook wat je daar bedoelt. Ik doe even de aanname dat die activerende werkvormen online de leukste was. Daar zat ook heel veel interactie in. Leuk met Chip. Formatief evalueren, online fysiek, dus het blended leren, verbinding met je studenten en jezelf, energizers, ja, volwassen onderwijs, online fysiek was leerzaam, Chip leuk, ja, fan van Pedro de Bruikere. We hebben nog een aantal interviews van eerder, ik ben ook een groot fan van Pedro de Bruikere. Die interviews gaan we weer opnieuw plaatsen, zodat je ook die hele interviews nog een keer kunt terugkijken. Leuk, die energizers, die was leuk. Wat we fysiek en online kunnen doen, was leerzaam. Nou, mooi, dank jullie wel voor dit. We gaan straks een evaluatieformulier sturen, daar komt deze vraag ook nog een keer in terug. Dus dat komt ook nog later een keer terug. Een andere vraag in de chat ook nog. Als je nu naar de afgelopen anderhalf jaar kijkt, wat heb jij dan als meest leerzame ervaring opgedaan in dat blended leren? Dus ook daar nog graag een vraag in de chat van wat is het nou jou het meest bijgebleven van die afgelopen anderhalf jaar als het gaat over blended leren? Dus meer naar jouw eigen
persoonlijke omstandigheid. Dan ben ik weer heel even stil. We gaan in deze webinar dus ook een aantal conclusies trekken. Ik heb 10 conclusies in totaal over anderhalf jaar blended onderwijs. En de vraag van Paulien, die ze vorige week naar mij mailde, was van, maar hoe krijg ik mijn team mee? Nou, Dennis en ik hebben gisteren nog een interviewtje gehouden met iemand van de HVA. Waar Dennis ook als onderwijsadviseur is, dus die gaan we ook nog laten zien. Nog meer regie bij eigenaarschap bij de studenten leggen, zie ik als leerzame ervaring. Werken met online tools. Verrijking van het onderwijs. Hè. Techniek is geen doel op zich. Dat vind ik een hele mooie conclusie. Het boek Wijze Lessen en van Paul Kiesner. Gebruik de kleur in je dia's bewust. Ja, mooi. Verbinding met de student. 1-op-1 gesprekken. Geef leerlingen de mogelijkheid zich verder te ontplooien. En wat Peter zegt, hè, die kleur gebruiken op je dia's. Ik was daar in het begin van de webinars actiever mee dan de laatste fase, moet ik je eerlijk bekennen. Maar probeer wel zo weinig mogelijk tekst op de dia te hebben. Rot dat het sommigen ook zoveel stress bezorgde om plots te moeten veranderen. Het gaat vooral om de achterliggende didactiek en groepsdynamica. Ja, mooie, mooie inzichten. Doel voor de tool, daar zijn we natuurlijk ook heel snel mee begonnen. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke conclusie is. En contact maken online en live lukt beter dan ik had vooraf gedacht, hè, wat Geke aangeeft. Mooi. Nou, dat zijn mooie inzichten volgens mij. Een vraag die ik heb in de poll, ik zorg dat jullie wel wakker worden, hè, vanochtend. Hè. Dus we beginnen met heel veel interactie in het begin. Als je nu kijkt naar hoe sta je tegenover online leren, zou je eens willen aangeven hoe dat je daar nu tegenover staat. Hè? Het is nu 30 juni. Wat is jouw mening, visie van je houding ten opzichte van blended leren? We hebben een minuutje de tijd om hierop te reageren. Sta je daar positief tegenover of helemaal niet positief tegenover? Ook om een beetje voeling te krijgen met wat. Hoe staan we er nu in? En dit is dus echt jouw individuele vraag. En dan zie je dat 70%, het zakt wat naar 60. Hè, dus 29% zegt 4, hè, dus eens. En 65% zegt helemaal mee eens. Dat is een mooie score. Hè, dus dit is volgens mij een mooie opbrengst. Jullie zijn natuurlijk een bias, hè, dus er zit natuurlijk een vertekening in deze vraag. Want jullie volgen deze webinars waarschijnlijk niet voor niks, omdat je ook interesse hebt in dat onderwijs. Mijn tweede vraag is dan, en hoe zit dat dan in jouw opleiding? Hè, dus hoe staat jouw opleiding, de mensen in jouw opleiding, hoe staan die ten opzichte van blended learning? Zit daar een verschil in? Hè? Dus ben jij de voorloper als het gaat over blended learning? Loop je wat achter de feiten aan? Misschien is jouw opleiding nog wel veel positiever dan jijzelf. Dus ook dat is in veranderd context. En als we conclusies gaan trekken, is dat denk ik een belangrijk gegeven om ook mee te nemen daarin. En dan zie ik iets meer score 4 dan score 5. Iets anders, hè? Dus het is ietsje anders verdeeld, maar toch ook nog heel veel positiviteit daarin. En ik ga straks nog een vraag stellen. En wat ga je nu ook echt doen in jouw opleiding? 40% scoort 4. 28% scoort 5. En 24% scoort 6. Dus op zich heel veel positiviteit, ook een positieve houding ten opzichte van dat blended learning. Even ter introductie nog, hè, we hebben ook heel veel verwarrende terminologie, hè, als het gaat over hybrid learning, virtual learning, online, blended, synchroon, asynchroon. Dus het is denk ik ook goed om met je team, met je opleiding, met je faculteit, met je sector goed af te spreken wat verstaan wij nou onder blended learning. Wat is dat voor ons? Hè? De hybride leren is weer net een ander model vaak dan blended learning. Blended zou ik definiëren,
Maar wat is mijn mening? Dan zou ik definiëren als de afgewogen keuze tussen wat doe ik online en wat doe ik fysiek. En hybride leren, dat is dat hybride model van waar ga je kennis verwerven, wat doe je in simulatie, wat doe je in de praktijk, wat doe je in een theoretische context. En waar kun je de verbinding maken met de echte beroepspraktijk. Hè? Dus dat is weer net een andere manier van leren. Maar in ieder geval is het belangrijk om die terminologie goed te definiëren. En als ik het heb over blended learning, dan is het voor mij de afwisseling tussen wat kan ik fysiek, wat kan ik online en welke keuze maak ik in synchrone en asynchrone contactmomenten. Een paar problemen die we ook gezien hebben bij dat online learning, bij blended learning, in de publiciteit, in de kranten. Het LAX publiceert daar veel over, de ombudsman van de jeugdzorg publiceert daar veel over, dus de leerachterstanden. Het schijnt dat er veel leerachterstand is opgelopen. Ik ben wel benieuwd naar het wetenschappelijk onderzoek daarna. Dat is nog niet zo breed verspreid. Maar als je nu dezelfde toetsen afneemt dan dat je voorheen deed, wat zijn dan de resultaten? Als je voortgangstoetsen ziet, zie je dan resultaten van leerachterstanden. Ten opzichte waarvan heb je dan een leerachterstand? Hè? Is dat ten opzichte van het geplande curriculum? Is dat ten opzichte van het uitgevoerde curriculum? Of is dat ten opzichte van het geleerde curriculum? Hè? Dat, die driedeling van Jan van der Akker, hoogleraar onderwijskunde, die drie curricula ook beschrijft. En dus je moet dat ook zuiver definiëren als je het over leerachterstand hebt. De sociale binding tussen en met studenten. Studenten die op kamers zijn gaan wonen, die de hele jaar niet op de campus zijn geweest, die niet op de opleiding zijn geweest. Het praktijkonderwijs, wat lastig is, hè, dat zit ook in die categorie lastig te organiseren. Stages die moeilijk te verbinden zijn. Hoe ga je met integratie om tussen nieuwe technieken en nieuwe didactieken? Zijn die nieuwe didactieken ook wel nodig? En hoe ga ik mijn team meekrijgen? Nou, en vanuit deze problematieken gaan we proberen wat conclusies te trekken als het gaat over blended learning, over online learning. Wat zijn nou de lessen uit ons anderhalf jaar gedwongen online leren? De eerste conclusie, en reageer vooral ook op de chat, in de chat als je het eens of oneens bent of het een andere mening hebt. Maar de eerste conclusie die wij zouden willen trekken is dat digital dressing niet werkt. En wat bedoelen we met digital dressing? Dat je je PowerPoint pakt en zegt van oké, vanaf vandaag moeten we alles online doen. Dus mijn standaard les die ik in de klas gegeven heb, die ga ik nu online doen. Nou, dat gaat niet werken. Hè? Dus je moet het echt herontwerpen. Je moet nadenken over interactiemomenten. Je moet nadenken over welke tools, welke actieve betrokkenheid van studenten wil ik behouden. Welke structuur wil ik bieden? We hebben heel vaak al gezegd, expliciete duidelijkheid, uitermate gestructureerd onderwijs, dat is belangrijk in alles wat je online en digitaal doet. Hè? Dus de structuur, de planbaarheid vooraf, de mogelijkheid om snel flexibel in te spelen op veranderingen in je lessen, maakt verschil. Dus maak heel erg gestructureerd onderwijs. En het is niet je werkvormen die je altijd deed, meenemen naar online en dan zeggen, oké, nu hebben we online lessen. Conclusie 2. In een digitale omgeving moet je sociale functie organiseren. Wat bedoelen we daarmee? Dat de contactmomenten kunnen heel snel plaatsvinden. In de chatfunctie, even contact leggen met elkaar, beeldbellen. Ik denk dat we enorm geleerd hebben van snel even contact maken, beeldbellen met elkaar, even de student in beeld, studentengroepjes in beeld. Maar ook de tools die in de loop van het jaar zijn gekomen, special chat bijvoorbeeld, dat je ook een soort virtuele ruimte hebt om elkaar te ontmoeten, waarin het geluid harder en zachter gaat als je dichter bij elkaar komt. Ook de contactmomenten plannen. Ik heb dat in die webinar over studieloopbaanbegeleiding natuurlijk benoemd. Plan de contactmomenten. Plan het medium wat je daarvoor gebruikt. Kijk welke afspraken online kunnen, welke echt fysiek moeten zijn. Dus maak daarin een gedegen afweging.
Maar als je naar blended leren gaat, dan moet er ook aandacht zijn voor die sociale functie van het onderwijs. Een hele belangrijke conclusie, omdat daar wellicht de grootste hiaten ontstaan. En als je sociaal wilt interacteren, dat kan online, maar dan moet je dat goed plannen en goed organiseren. Conclusie 3. Blended leren is ook leren. Is ook gewoon leren. Dus in de emotie die ik nu ook vaak in de discussie hoor, van we hebben geen onderwijs gehad, we hebben de afgelopen jaar geen onderwijs gehad, dat is een conclusie die ik zeker niet deel. Ik denk dat er hele mooie lessen zijn gegeven, dat er heel veel geleerd is, ook echt vakinhoudelijk geleerd is. Dat je bepaalde concepten, theorieën, inzichten, reflecties kun je prima in een online omgeving doen. Dus het is een vorm van leren waar je gebruik van kunt maken. Als de fysieke ruimte noodzakelijk is om te leren, dan kies je vooral voor fysiek. Als je apparatuur nodig hebt, als je non-verbale communicatie een hele belangrijke nieuwe opbrengst is voor het vervolg van je lessen. Als je moet samenwerken met collega's in een fysieke omgeving, dan is het natuurlijk evident dat je kiest voor de fysieke ruimte. Maar de bewuste keuze voor online leren, als het gaat over efficiëntie, als het gaat over zelfstudie, als het gaat over peer groups, gebruik ook die manier van leren. Het is een aantoonbare, effectieve manier van leren, waar ook heel veel ruis wegvalt, waar heel veel afleiding wegvalt. Er komt ook andere afleiding voor terug. Maar online leren, blended leren, is een vorm van gewoon leren. Conclusie 4. Misschien wel de allerbelangrijkste conclusie. De docent doet er veel meer toe dan het medium dat je kiest. Dus de professionalisering van docenten, het samenwerken van docenten, het samen lessen voorbereiden, het bij elkaar lessen observeren. Misschien wel de belangrijkste tool die er is. Kan online veel makkelijker dan op locatie vaker. Want hoe makkelijk is het om even bij elkaar in te loggen? Maar de didactische, pedagogische kwaliteit van de docent is van doorslaggevend belang. En als we iets geleerd hebben het afgelopen anderhalf jaar, is het dat. En volgens mij is het aanzien van het docentschap gelukkig weer wat gestegen. Voor al die mensen die thuis onderwijs hebben moeten verzorgen. Die hebben gezien hoe moeilijk het is om de studenten te motiveren. Om ze actief te krijgen. Om werkvormen uit te voeren. Dus de pedagogisch-didactische kwaliteit van die docent die is evident. Het meest belangrijke en het meest toegevoegde waarde biedend voor het leerproces van de student. Dus in die driedeling, de student leert zelf, de studenten leren met en van elkaar en de studenten leren van een expert. Zorg dat die pedagogisch-didactische kwaliteit van jou als docent en samen met je collega's, dus nogmaals samen lessen voorbereiden, samen lessen evalueren, samen lessen bekijken met duidelijke feedbackpunten die je wilt krijgen, inzichten, inspiratie die jij van je collega's wilt hebben, een zeer belangrijk punt in de kwaliteit van docenten. Volgens mij is dit de belangrijkste boodschap die je ook in je team steeds moet blijven uitstralen. Of dat we het nu on-campus doen, of dat we het online doen, of dat we een mix maken. Zorg dat die kwaliteit van die docent hoog is. En niet alleen beroepsinhoudelijk, natuurlijk ook belangrijk, maar ook pedagogisch, didactisch. Conclusie 5. The theory of transactional distance. De afstand, niet alleen in fysieke ruimte, is groter, maar ook de psychologische afstand. Op het moment dat je aan het beeld bellen bent, dan heb je toch direct synchroon contact, maar de psychologische afstand lijkt veel groter. Dus je moet een stap zetten als docent, als opleiding, om ook die psychologische ruimte te verkleinen. En dus ook echt op betrekkingsniveau goed vragen naar het welzijn van die student. Dus welzijnsgerichte vragen in je mentoring, in je studieloopbaanbegeleiding. Heb aandacht voor die psychologische afstand die ontstaat door zo'n beeldscherm. Je bent niet nabij in fysieke ruimte, maar je bent ook niet psychologisch nabij. Het voelt als afstand. Dat blijkt ook uit heel veel onderzoeken dat die afstand groot voelt. Dus die docent, die mentor, die studieloopbaanbegeleider heeft een rol in het verkleinen van die psychologische afstand
door ook echt welzijnsgerichte vragen te stellen. Hè. Hoe gaat het met je? Hoe zit je er in je privéruimte bij? Lukt het je om je onderwijs te plannen? Wat voor emotie roept het leren en het onderwijs op? Lukt het op je stage? Nou, allemaal van dat soort vragen om ook echt die psychologische afstand toch proberen te verkleinen. Conclusie 6. Je ziet, we gaan er vrij snel doorheen. Constructive alignment. De samenhang tussen wat zijn mijn leerdoelen, wat zijn de leeruitkomsten die ik wil bereiken, welke werkvormen horen daarbij, welke locatie hoort daarbij en welke toetsvormen horen daarbij, wat is het gedrag wat ik wil toetsen bij die studenten. We hebben ook heel vaak gesproken over motivatie, over self-efficacy, motivatie en gedrag als twee gescheiden eenheden. Dus kijk ook heel goed naar het gedrag wat je zou willen toetsen in die driehoek van constructive alignment. Welke leeruitkomsten wil ik hebben? Welke leerdoelen wil ik bereiken? Via welke werkvormen kan ik dat nou het best bereiken? Waar ga ik die leervormen situeren? Moet dat echt in de praktijk? Kan dat in simulatie? Kan dat online, fysiek? Wat doen die studenten met elkaar? Wat doen ze zelf? Waar hebben ze mij als expert nodig om het leerproces te verdiepen? En op welke manier wil ik dat congruent toetsen, zodat dat gewenste gedrag uit die leeruitkomsten, die beroepsgerichte handelingen, zo goed mogelijk tot zijn recht komen. En op het moment dat je naar blended onderwijs gaat, is het goed om deze driehoek van constructive alignment, van Biggs en Tang, weer eens bij de hand te pakken. En hebben wij die driehoek nog gesloten met elkaar? Is het nog congruent wat we gedaan hebben? En op het moment dat we onze leervormen dus heel erg gaan aanpassen, meer online, meer op afstand, meer de afwisseling tussen fysiek en online, sluit dat nog aan bij de leerdoelen die we geformuleerd hebben, bij de leeruitkomsten die we wensen, en passen onze toetsvormen daar nog bij. Ik had aan het begin die statistieken van het aantal webinars. Als ik het heb over betrokkenheid, over energizers, over motivatie, dan zijn er heel veel deelnemers in de webinar. Als ik het heb over toetsing, over kwaliteitszorg, dan zijn er heel weinig deelnemers over het algemeen. En toch een heel belangrijk instrument om dat gedrag van je studenten te sturen. Ja, dus kijk weer goed naar die driehoek van constructive alignment en heb je die driehoek gesloten op de juiste manier. Dat is ook teamwork om dat samen te doen. He, dus wat doe ik online, wat doe ik fysiek? En dit plaatje, dus die hele range aan werkvormen die je kunt kiezen. En er zijn er nog heel veel meer te bedenken. Wat doe ik waar en waarom? En wat zet ik als formatieve toets in? Wat zet ik als summatieve toets in? Als onderdelen van de beslissing. En nogmaals, summatief en formatief zijn eigenschappen van de beslissing die je neemt. En niet zozeer van de toetsvorm. Maar maak daar een hele afgewogen keuze in, met elkaar, met je docenten, gezamenlijk. Conclusie 7. Ook online leren vraagt om regie houden op het leerproces. Ik denk ook een hele belangrijke duiding, omdat we vaak het idee hebben dat we de studenten online te veel los hebben gelaten, wellicht. Hè. Daar zie je hele grote verschillen in ieder geval. We hebben die studenten, kijk nog eens terug naar die interviewtjes met studenten aan het woord in die webinars. Daar zitten hele grote verschillen in tussen opleidingen die de studenten echt structuur bieden, die regie bieden, die een duidelijke lijn van dit is de opbouw in onze module eenheid meenemen, tot opleidingen die zeggen van nou dit is je lessentabel zoals je hem eerst had. Je hebt online lessen, colleges met 40, met 60 studenten bij elkaar. Dit is je projectopdracht. Veel succes. Als er vragen zijn, dan hoor ik het wel. Dan geef je die studenten heel veel autonomie, maar niet passend bij de competentie die ze hebben. Hè. Autonomie en competentie zijn en relatie, hè, de nabijheid, zijn begrippen, nogmaals, ik heb het al vaker gezegd, die om elkaar heen cirkelen en die elkaar beïnvloeden. En de mate van autonomie hangt af van de zelfregie en de competentie die studenten hebben. En de mate van jouw nabijheid, van de relatie die je dan hebt met die studenten, is ook daar weer van afhankelijk. Dus op die drie eenheid
competentie, autonomie en relatie voer je regie. Je zit aan het stuur als regisseur van dat leerproces. Ik wil niet zeggen dat je het leren over kunt nemen van de student, want dat lukt toch nooit. De student leert zelf, maar het leerproces, daar kun je regie op voeren. En de mate van informatieverwerking, de hoeveelheid herhaling, toepassen in andere contexten, de affectieve processen, de sturingsprocessen, daar kan jij heel veel regie op loslaten en voeren. En zorg dat je die regie ook echt pakt. Conclusie 8. Misschien heel even duimpjes omhoog. Ik zal even de duimpjes aanzetten. Is het tempo goed? Even een formatieve vraag van mij. Hè? Dus een duimpje omhoog als het tempo goed is. Duimpje naar beneden als ik te snel ga door mijn conclusies. Ook deze presentatie, hè, op hulp met online leren, kun je straks natuurlijk de presentatie weer downloaden. Je mag ze allemaal gebruiken, je mag ze verspreiden. Je mag ze aanpassen zoveel als je maar wil. Maar even, hè, dus als het te snel gaat, duimpje naar beneden. Als het tempo goed is, duimpje omhoog. En volgens mij is het tempo, zoals ik het nu zie, in ieder geval goed. Mooi. Dus conclusie 8 is: ontmoeting vraagt om toegevoegde waarde. Docenttijd is schaarse tijd. En ik lees ook in de krant, ik zag een mooi voorbeeld van het Albeda College Rotterdam. Ik moet niet meer Albeda College zeggen, maar Albeda. Ron Koren, die zich uitspreekt over: wij gaan door met blended onderwijs. Wij maken daar een verhouding met elkaar. En dat dan Aleid Truijers als columnist in de Volkskrant zegt van: het is een, ik chargeer heel erg, maar het is een ordinaire bezuinigingsmaatregel. Maar volgens mij is blended leren nooit een bezuinigingsmaatregel. Want blended leren zet je in als je denkt dat de afwisseling online en fysiek van toegevoegde waarde is. Als er ontmoeting is, dan moet dat toegevoegde waarde hebben. Jij bent als expert schaars voor die student. Je bent schaars beschikbaar. Jouw docententeam is schaars beschikbaar. Want je bent niet 24/7 beschikbaar voor vragen, voor verdieping. En dat moet ook niet nodig zijn. Maar als je elkaar ontmoet, hetzij online, hetzij fysiek, dan is daar toegevoegde waarde. En dat is dus niet het oplezen van een PowerPoint-presentatie. Dat is niet nog een keer uitleggen wat die student al gelezen heeft. Dat is niet nog een keer herhalen van een kennisclip. Dat kan die student allemaal thuis en zelf. De Marjolein van Vlaanderen, die we zo meteen in een interview zien, die zei gisteren prachtig, ik heb het niet in het fragment zitten, maar die zei: ja, leren doe je maar thuis en op locatie kom je om te ontmoeten. En dan moet die ontmoeting ook toegevoegde waarde hebben. En ik vind dat een hele mooie conclusie. Hè? Dus ben je ook bewust, als we een ontmoeting organiseren, dan heeft die toegevoegde waarde voor het leerproces van de student. Of voor het sociale proces van de student. Als ik het over leerproces heb, dan zit daar ook die sociale ontwikkeling bij en die persoonlijke ontwikkeling. Hè? Het geheel van kwalificatie, socialisatie en personificatie. En die drie eenheid van Bista, dat is een compleet leerproces. Dus in die ontmoeting heb je een doel, een richtlijn, een toegevoegde waarde op één van die drie, of twee van die drie, of misschien wel drie van die drie gebieden die Bista benoemt. Dus ontmoeting heeft toegevoegde waarde. Conclusie 9, dat is misschien een wat ingewikkelde. Flitsvertrouwen, het begrip flitsvertrouwen. In tijden van hoge druk ontstaat flitsvertrouwen. Normaal gesproken zeg je van: nou, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Flitsvertrouwen komt ook te paard. Maar ook online, dus er is weinig tijd en er is hoge druk. Dus studenten hebben ook niet zo heel veel andere keus dan heel snel hun vertrouwen aan jou te geven. Dus je bouwt heel snel vertrouwen op, al is het maar omdat jij de techniek beheerst, omdat jij het regie op het leerproces houdt en omdat ze in een fase van hoge druk ook wat afhankelijk zijn van jou. Het vertrouwen is ook weer heel snel gebroken als blijkt dat het vertrouwen wat ze snel gegeven hebben beschadigd wordt, omdat je niet de goede informatie geeft. Denk nog even terug aan dat eindeloze SCARF-model wat we misschien wel in 15 webinars terug hebben laten komen. De relatedness, de fairness, de certainty, de zekerheid. Als je op een van die terreinen het vertrouwen beschadigt, is het ook weer heel snel weg.
Dus het is een manier online om snel vertrouwen te winnen. Studenten geven, omdat ze bijna ook geen andere keuze hebben, geven snel dat vertrouwen. Maar je beschadigt het ook heel snel. Ik denk ook aan een arts in fase van hoge druk, van veel spanning. Als je een nare diagnose krijgt, dan ben je heel erg snel geneigd om het vertrouwen bij die arts neer te leggen. Weet dat dat ook snel beschadigd kan worden als die arts niet zorgvuldig is in de communicatie. Onduidelijkheid geeft in de berichten, tegenstrijdige berichten geeft, dan ga je twijfelen aan het vertrouwen wat je gegeven hebt. Dus wat kun je hiermee? Niet zo heel veel, hè, want in online onderwijs krijg je nou eenmaal snel dat vertrouwen. Maar wat ik je wil vragen is om je hier bewust van te zijn. Hè, dat flitsvertrouwen snel ontstaat en snel beschadigd raakt. Dat maakt ook die psychologische afstand, hè, die virtuele afstand, niet alleen in fysieke ruimte, maar ook die psychologische afstand heeft hier ook mee te maken. Hè. Doordat die psychologische afstand groter is, wordt dat vertrouwen ook sneller beschadigd. Dus ben je daar bewust van op het moment dat je een relatie aangaat met je student. En conclusie 10, dat is de laatste conclusie die ik trek, is dat blended leren is een teamactiviteit. Je kunt blended leren niet in je eentje. Alleen al door de combinatie van fysiek en online is dat al heel lastig vorm te geven. Door een gestructureerde leerlijn op te bouwen, een afwisseling van activiteiten, moet je met je team een gezamenlijke visie formuleren op dat blended learning. En iemand noemde net al Pedro de Bruikere, die zegt, ja, het maakt eigenlijk niet zoveel uit welke visie dat je hebt, als die maar collectief is. En er dan dus ook achter gaat staan. Nou, en Dennis en ik hebben gisteren een interview gehouden met Marjolein van Vlaanderen, opleidingsmanager commerciële economie van de Hogeschool van Amsterdam. Dennis is daar betrokken als onderwijsadviseur om ook dat blended leren mee vorm te geven. En we hebben haar gevraagd vanuit het managementperspectief, hoe krijg je je team mee? Het is een hele grote opleiding. Hoe krijg je al die docenten mee en wat doen jullie om dat voor elkaar te krijgen? Ik ga de video zo starten. Dan staat er een grote playknop in het midden van je scherm. Als die niet automatisch start, druk dan even op de playknop om dit fragment te kunnen zien.
En als ik dan een samenvatting ongeveer mag geven, hè, wat Marjolein allemaal zegt, van hoe krijg ik mijn team mee? Dit is dus zo'n voorbeeld van een dia waar het plaatje en de tekst, hè, kijk goed naar de multimedia-theorie, dan gaat dit plaatje niet de schoonheidsprijs verdienen. Ik had dat plaatje rechts eraf moeten halen en op een aparte dia moeten zetten. Hè. Dus nou, dat is mijn les dan weer voor een volgende keer. Maar als je je team mee wil krijgen, bied perspectief. Wat is de stip aan de horizon? Wat gaan we echt doen? Wat is niet onderhandelbaar? Wat is wel onderhandelbaar? Hè? Daar is denk ik leiding voor nodig om dat goed aan te geven. Definieer ook de harde structuur. Wat leggen we vast in afspraken? Welke facilitering is er? Hoeveel tijd is er beschikbaar? Dus wat kan er gewoon allemaal ruis veroorzaken als je het niet goed organiseert? Dus definieer de harde structuur, organiseer dat op een goede manier. Bied experimenteerruimte. We weten ook niet precies waar we uitkomen. Dat is wat ik van Marjolein zeg. We weten niet precies wat de uitkomst gaat zijn. Is online nou beter dan fysiek? Is de mix beter dan alleen fysiek? Of is fysiek beter? Eigenlijk weten we het niet. Wat je wel weet, is dat als je nu in één keer je rooster oppakt, weer van maart 2020, dat er heel veel energie verloren gaat, doordat je al die lessen die je het afgelopen anderhalf jaar opgedaan hebt, niet benut. Kijk nog even naar mijn lezing op ons High Impact Teaching Event in maart. Staat op YouTube, kun je terugkijken. Hoe gaan we scenario's ontwikkelen? En wat is het gevolg als je die lessen van anderhalf jaar blended leren, online leren, niet meeneemt in het ontwerp voor volgend jaar? Dus bied experimenteerruimte en benoem heel duidelijk dat falen mag. Niet dat die student minder mag leren, of dat zijn leerproces daardoor in het probleem komt, maar experimenten mogen mislukken. En dan gaan we dat repareren en bieden we compensatie als dat nodig is. En dat zal af en toe wat meer tijd vragen, soms wat minder tijd. Maar het hoeft niet in één keer perfect te zijn, want dat lukt ook niet. Hè? Dus het is nog voor steeds voor veel mensen nieuw. We zitten in een branche waarin leren het hoofdthema is. Nou, leren zonder fouten maken is geen leren. Hè? Dus falen moet mogen. Betrek docenten die heel veel ervaring hebben opgedaan. Dus luister heel goed naar al die docenten. Marjolein zegt dat ook mooi. Zij hebben de ervaring. Zij hebben gezien wat werkt. Zij hebben gezien wat niet werkt. En benut ook die ervaring en neem dat heel erg serieus. Wat ze niet zozeer zegt, maar wat ik wel echt wil toevoegen is: houd koers. Hè. Dus ben koersvast in de verandering die je hebt. Dus ga niet weer switchen als het na 2 weken niet werkt. Maar zeg gewoon van: dit is wel de richting die we opgaan en daar gaan we met elkaar over in gesprek. En dan heb je de harde structuur, de dieptestructuur en de oppervlaktestructuur in de groepsdynamica in je team voldoende vastgepakt. Nou, dat over hoe neem ik mijn team mee. Ik heb nog één vraag voor jullie, met een poll, met de vraag of dat je daarop wil reageren. Wat ga je nou na de zomervakantie doen in je opleiding? En er zitten wat variaties in. Misschien heb ik niet de goede variaties juist benoemd. Dus lees ze even rustig door. En geef anders in de chat aan wat jullie in je opleiding van plan zijn om te gaan doen. Dus op die manier ook eens kijken van wat is er mogelijk. Ik zie ook een vraag van Janneke. Wat is de oppervlaktestructuur? Dat is de zichtbare communicatie die je ziet. Hè. Dat kan op inhoud zijn en op betrekkingsniveau. Wat zeggen mensen en wat is het appel wat ze doen op je? Als mensen zeggen van ik heb zoveel werkdruk, dan kan je kijken naar de inhoud. Hè. Is dat ook echt zo? Heb je ook zo'n vol rooster? Maar je kunt ook kijken, wat is het appel van misschien heb ik wel professionalisering of sociale steun nodig. Dus dat is meer de zichtbare oppervlakte structuur in de communicatie. En Miranda gaat bij de School voor de Toekomst werken. Dat ziet er al als aantrekkelijk uit in ieder geval. 20%, 4 mensen die nu in de webinar zitten, van we gaan weer terug naar het rooster van voor corona. 1 dag online zeggen 2 mensen. 2 dagen online zegt 1 iemand.
We richten per vak, per module, per eenheid de blend in. Dat is 45%, 9 mensen, dat is de meerderheid. 2 zeggen van iedere docent mag zijn eigen blend bepalen. En 2 hebben nog andere suggesties in de chat. En dus het is ook goed om dat met elkaar te benoemen. Hè. Wat gaan we nu doen? Ik zie ook een in de chat, de ene jaargroep is een andere impuls, krijgt een andere impuls dan de andere jaargroep. Hè. Dus nou, volgens mij hebben we conclusies genoeg getrokken ook met elkaar, omdat een zinvolle en betekenisvolle blend te maken. En nou, misschien wel de overkoepelende conclusie is, maak er een bewust teamproces van met elkaar om dat goed in te richten. Tot slot, we zitten in de laatste minuut van de laatste webinar van dit studiejaar. We hebben een Mentimeter klaargezet. Nou, volg deze link. En aan welke thema's zou jij nu willen werken het komend jaar? Ik red het nu niet meer om ook die Mentimeter dan nog te delen, maar ik maak daar een plaatje van en via Hulp met Online Leren gaan we dat plaatje met elkaar delen om ook de hoofdthema's met elkaar te verkennen. En dus aan welke thema's in het kader van Blended Leren zou jij nu willen werken het komende studiejaar? Waar krijg jij energie van? Waar zit jouw volgende stap in ontwikkeling in? Dus vul die Mentimeter in en we gaan dat plaatje delen met jullie. Nou, wat zou het onderwijs zijn zonder een evaluatie? Dus die hebben we ook klaarstaan. Dus we zijn heel benieuwd naar al die webinars die we nu gegeven hebben. Hoe jullie die ervaren hebben, welke tips je nog hebt en welke vervolgstap dat je wilt zetten. Dus die link naar de evaluatie, die staat nu in de chat. Maar we gaan hem ook met jullie delen nog via de mail, zodat je ook nog die evaluatie kunt invullen. En doe dat graag, hè, want we horen graag terug wat jullie ervan vonden. Je mag me natuurlijk ook altijd mailen. Dan zijn we in september weer terug. En het plan wat we nu hebben, we moeten even kijken of dat het ook realistisch is, is om te starten met een live webinar met publiek. Dus dat we op een locatie bij een van de opleidingen live een webinar komen opnemen met jullie als live publiek, zodat we ook direct interactie kunnen doen. Nou, we weten nog niet precies hoe dat het vorm gaat krijgen, maar dat is het idee wat we hebben over hoe dat we de start kunnen doen weer in september. Rest mij voor nu jullie een fantastische zomer te wensen. Een hele diepe buiging voor alle webinars die jullie gevolgd hebben en voor de aandacht en interactie en betrokkenheid die jullie getoond hebben. Zeer veel dankbaarheid daarvoor en heel veel respect voor het doorzettingsvermogen om dat steeds te blijven volgen. Geniet van de zomer, rust goed uit, doe nieuwe inspiratie op en ik hoop jullie allemaal weer terug te zien in september bij een nieuwe webinarreeks. Tot ziens en dankjewel.